Hoe maak ik een nieuwe klant aan? Ga naar Home, dan start je meteen op de pagina waar je een nieuwe klant kan aanmaken. Je kan zelf kiezen om een debiteurnummer in te vullen als je hebt gekoppeld aan een boekhoudsysteem of je hebt al een klant die bestaat. Als je er niks invult, zal het systeem automatisch een nummer genereren. Typ een bedrijfsnaam in, een straat, een nummer, de postcode, een plaats, het land. Je kan landen kiezen: Nederland, België, Duitsland of Engeland. Mocht je nou een land willen die er niet tussen staat, neem dan even contact op met de helpdesk. Zorg altijd voor een telefoonnummer, maar nog belangrijker, zonder e-mailadres wordt de klant niet opgeslagen. Je kan kiezen om meteen een klant te geven, type prospect, vaste klant, wanbetalen, individueel, incasso voor interne verkoop. Als je er niks aan doet, blijft hij op prospect staan. Als je de klant opslaat, zorg er dan altijd wel voor dat de klant actief is. Want als je hem niet actief zit, zal de klant zelf niet kunnen inloggen. Bij een klant kan je ook een opmerking plaatsen. Je kan daarvoor zorgen dat je daar opzet wie de vorige leverancier is, wat je met de klant hebt besproken. Dit is helemaal vrij in te vullen. Je kan opmerkingen, zodra je een klant bewaart, blijven de opmerkingen bewaard totdat je ze zelf eruit haalt. Nieuw is, als je een agendapunt hebt, dus je hebt een offerte uitgebracht en je wil die klant gaan opvolgen over 2 weken bellen, kan je meteen een agenda-item invoeren met een startdatum en de datum dat die afloopt. En dan zal die automatisch zichtbaar zijn in je agenda, maar ook zichtbaar direct bij de klant als je de klant opent.